Na de rust mag Lejar door de verdediging van Roeselaar wandelen. Hij plaatst de bal in de hoek. Het is 0-1 voor Anderlecht. Knap van Lejar, maar bijzonder zwak verdedigd van Roeselaar. En tegen 10 man gaat het makkelijk voor Anderlecht. Polak duwt de 0-2 binnen. Nu is Lejar de aangever. Polak werkt af met gevoel. Hij stuurt Boussoufa Goor weg. Het is 0-3. Goor, bezig aan zijn afscheidstournee bij Anderlecht, zet de eindstand op het bord. Anderlecht wint met 0-3 van Roeselaar en is herfstkampioen.